Zomeranimatie 2009 bij ons Schepen van Cultuur en Feestelijkheden. Mark Florkeij, misschien heel even terugblikken naar zaterdag 29 juli, want toen start het feest. Ja, inderdaad, 29 juli zijn we gestart met onze diestse zomeranimatie met succes. Toe Fabiola en Silver. We hebben bewust gekozen voor een aantal activiteiten voor de jongeren, voor de gezinnen en voor de senioren. En 29 juli was inderdaad voor de jongeren. En met succes, want we hadden toch een kleine 4.000-5.000 mensen hier op het podium. Van succes gesproken, we gaan naar Wiltura vorige week. Ja, dat was top of the bill. Niet alleen Wiltura op zich het optreden, maar ook de publieke opkomst. Wij hebben ongeveer geschat dat er bijna dikke 8.000 bezoekers waren. Is echt een topavond geweest voor onze zomeranimatie. En dan gaan we naar vanavond, de Romeo's. Ja, weer een topavond. U ziet het, hè. Het publiek is weer massaal opgekomen. De Romeo's voor de derde keer hier nu op de zomeranimatie. En we zijn ervan overtuigd, weer een topavond, vol sfeer, vol ambiance. Dat is die zomeranimatie op zijn best. Eigenlijk smaakt dat naar meer voor volgend jaar. Het smaakt inderdaad naar meer, maar laten we even afwachten. Laten we ons rustig bekijken. We gaan in september eens evalueren. U weet, het financiële prijskaartje wordt duurder en duurder. Als er geen bijkomende sponsors zijn, dan moeten we iets gaan zoeken, iets gaan oplossen. Maar laten we daarover spreken in de loop van de komende maanden. Wel, Mark, bedankt voor het gesprek en graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Bart.